ken ik er nog een paar. Hartstikke goed. Dus goed, we gaan naar een andere sporter, een topsporter. Het werd weer net niet voor Bad Boy Badr-Hari. Hij wacht inmiddels al jaren, zelfs 7 jaar op een overwinning. En ook dit weekend in het Gelderdom lukte het weer niet. Tom? Nee, ja, kijk, dit is de derde ronde. Daar krijgt hij eigenlijk een verschrikkelijk pak slaag. Maar de eerste ronde was duidelijk voor Badr. Ja. En de tweede ronde ook nog licht. Ja. Maar ik weet niet wat het met hem is. De laatste tijd stort hij gewoon in. Elke keer begint hij heel goed en na een paar rondes dan is geestelijk volgens mij en dan stort hij helemaal in. Ja, want jij bent zijn oud trainer. In de jeugd was jij zijn trainer. Dan werd er gezegd, hij had een goed gameplan. Ja. Dat doet hij dan wel. En er zijn allebei twee vechters ook over hem die absoluut een knockout in hun handen hebben. Wat doet hij dan vooral niet goed? Ja, hij begint heel goed, maar hij eindigt niet goed. En inderdaad, hij heeft niet echt een gameplan. En hij kan ook niet veranderen. Als hij eenmaal een systeem vecht, dan blijft hij zo. Terwijl vroeger trainden wij. Hij heeft bij mij toen 50 partijen gevochten. 49 gewonnen. Dus supertalent. Ja. Maar toen ging hij ook niet voor de knockout. Hij ging voor de winst. En dat is denk ik zijn fout. Hij wil maar voor die knockout. Dat kost ontzettend veel kracht, de eerste ronde. En dan stort je in. Ja, het is wel het leukste om naar te kijken natuurlijk. Kijk, het is spectaculair. En vandaar dat natuurlijk heel veel mensen bij de graag zien vechten. Want hij zorgt voor spektakel. Ja. Maar je komt dan niet voor het spektakel, je komt om te winnen. Hij is lichamelijk wat kwetsbaarder geworden in de jaren. Ja, maar ja, ik bedoel, hij is overeem is 5 jaar ouder. En die zit toch ook lichamelijk goed in elkaar. Ik heb laatst Rico Verhoeven, die heeft een plan. Ja. En die voert dat plan uit. Ja, ja, maar tegelijkertijd wordt er gezegd van Rico Verhoeven, die heeft niet echt een knockout in zijn handen. Nou, hij is dat flauw om te zeggen? Dat kan je ook niet zeggen. Hij heeft wel een knockout, maar hij vecht meer bekeken op punten. Hij vecht echt om die wedstrijd te winnen. Dat is niet super spectaculair. Want, kijk, als jij op knockout gaat vechten, heb je ook meer risico dat je zelf ook knockout gaat. Hè? Want je gaat forceren. En dat probeerde Badr bij een paar wedstrijden. Dat is niet goed afgelopen, dat merkte hij. Maar ook Rico heeft het wel eens moeilijk gehad in de eerste ronde. Ja. Zo. Verschillende boxers, maar hij komt er wel overeen. Hij komt er overeen Rico, en dan maakt hij zijn lichaam is zo sterk. Ja. En ik denk, eigenlijk, Badr was vroeger ook oersterk op dat gebied. Maar zijn levensstijl is toch iets veranderd in de Wat loop der tijden. Wat bedoel je daarmee? Ja, het uitgaansleven, hè, veel geld, gezien worden. Ik bedoel, hij is natuurlijk ontzettend bekend in heel de wereld. Terwijl eigenlijk hoor je dag en nacht in de sportschool te zijn. Die jongens die bij mij toen vochten en trainden, die gingen gewoon, die mochten niet naar een discotheek. Ze moesten s'avonds naar bed. Ik controleerde ze zelf. Ik was wat dat betreft een hele strenge trainer. Maar dan moet je achter zitten. En ik denk, hij luistert niet zo naar zijn trainers. Ik zou je vertellen, dat gaat heel snel. Want Kevin Magnussen, die Formule 1-rijder, die werd teamgenoot van Renger van der Zand in Amerika. Die lachte iedereen uit. Jullie denken dat je fit bent. Het is hier zo makkelijk. Je wordt hier niet moe, had je het graag. Die komt terug na een jaar in de Formule 1. Die zegt, ik ben 6 maanden bezig geweest om op hetzelfde fitnessniveau te komen als dat ik een jaar geleden was. Ja. He, dus terwijl hij dit jaar ook niet helemaal niks heeft gedaan. En het is een jonge gozer die gewoon ook getraind heeft en gedaan heeft. Die zegt, ja, dus als je niet vecht, gewoon 2 maanden... Ja, je lichaam afbreekt, dan ben je gewoon 6 maanden bezig om erop te bouwen. Gaat hij stoppen? Dat is inderdaad de fout. Nou ja, hij gaat niet stoppen. Nee, dit is gewoon hij kan niet buiten het applaus, en buiten het geld. Vooral het eerste, denk ik. Ja, maar kijk, als het publiek je niet meer wil, maar hij heeft natuurlijk ontzettend veel fans achter hem. Hij is belangrijk, willen hem zien vechten. En of hij nou verliest, ze staan achter hem. Vooral die Marokkaans-Nederlandse jongens, ze staan toch achter hem. Maar dat hebben wij gezien, hè, toen Rico Badr in Arnhem was, een aantal jaar geleden. Het was gigantisch, ze zaten echt alleen maar Ja, maar het is ook wel, het is of je hem nou mag of niet. Het is wel een gozer waar je voor de tv gaat zitten. Ja, nou, of voor naar het stadion komt. Hè? Of je nou wint of verliest. Ik bedoel, er komt wel iemand binnen. Ja, maar hoe lang blijft het leuk om iemand anders voor wie je misschien naar het stadion komt. Je gaat een bruggetje maken. Ja, Dusan Tadic. Want ik wil hem per se bespreken. Want Jack, hij stond daar van het weekend te coachen langs die lijn toen hij gewisseld werd. Wat dacht jij? Ik dacht aan november 1980. Toen was Cruijff... ik was 4 toen. Je bent nou nog warm in iemand anders. 44 bedoelt hij, maar dat geeft niet. Cruijff was toen een soort technisch adviseur bij Ajax. En Ajax stond met 3-1 achter in de meer. Leo Beneke was trainer. Ajax stond achter met 1-3. Johan kwam naar beneden. En die liep door dat hek. Het werd ook gevolgd door de camera. En ging toen in een jasje naast Beenhakker zitten. Die keken eerst zo van, wat kom jij nou doen? En toen praatte hij met hem. Ja, het eindresultaat was dat Ajax opeens met 5-3 won van Twente. Ja. Maar dat was wel zo'n moment. En ja, nu wordt Tadic op allerlei manieren door iedereen aangepakt. Wat ik zo onterecht vind. De man heeft sinds zijn rentree bij Ajax zo verschrikkelijk veel... Ja, maar dat staat toch buiten kijf? Ja, maar dit is prachtig om te zien. Die man heeft betrokkenheid. En ja, je kan alleen zeggen, en dat zeggen sommige mensen, dat moet Schreuder niet toestaan.
Maar ja, als je nou met je ploeg de betere wordt... en de scheidsrechter zegt er niet, want het mag natuurlijk niet wat hij doet. Hij mag niet van die bank af. Nee, dan mag maar één coachje. Dat, gelul dat hij het niet mag doen. Hij doet dat toch voor de ploeg? Ja, dat vind ik ook. Hij wil toch gewoon winnen? Vind ik ook. Ja, maar je hoeft mij niet te overtuigen. Ik denk alleen, ja, die Schreuder, als hij daar staat... en hij staat daar een beetje zo als coach... Ja, maar als Schreuder op dat moment zegt... Tadić, ga je even lekker zitten. Wat wint hij daarmee? Nou, maar wat vond je dan van Jay Gorter? We hebben dat beeld niet, maar die reageerde ook een beetje geïrriteerd... van wat doet hij nou, die gast? Ja, Jay Gorter moet eerst in belangrijke wedstrijden ballen zien tegen te houden. Ja, wie is Jay Gorter? Die reserve doelman. Dat bedoel ik. Dat schijnt een talentvolle keeper te zijn, maar die heeft een keer ingestaan... en dat is niet goed gegaan. Die moet nog even zijn mond houden. Maar hij, Tadić, verdient gewoon veel meer krediet dan hij nu heeft... En hij scoort minder misschien. En misschien wordt hij ook ouder, wie niet. Maar vind jij dat hij nog een plek bij de basiself verdient? Goeie. Ja, nou, ik vind van wel. Dat ik wel. Ik vind van wel. Want gaan we hem niet in de selectie zien, want hij de rode kaart heeft gepakt voor. Ja, nou ja, tegen Napoli kan hij niet meedoen. En ik weet niet of ik weer hetzelfde heb als tegen de wedstrijd thuis tegen Napoli. Want ik heb mezelf op de bank teruggevonden met een krant. En zo nu en dan keek ik er even zo overheen. Ik zat in het stadion, het was geen leuk... We hebben een al mooie foto, Jake. Ik zal jou vertellen. Hier, kijk even mee. Dus waar jij het over had. Cruijff en Beenhakker. Ja. Dit is het moment. Ja. Ja, ik hoop geweldig, het. Hè? Ja. Maar ik zou die Tadić, die zet je toch gewoon als eerste op het formulier? Nee, dat moet ook niet. Want je kan hem overal neerzetten. Je moet de geloofwaardigheid in je team bewaren. En als er op een gegeven moment een speler is die even wat minder presteert... of misschien voor langere tijd, dan moet hij niet meer spelen. Maar hij is nog te belangrijk voor de ploeg om er zomaar af te sminken. Dat denk ik dat ook. Bedoel ik. Hetzelfde geldt voor Blind. Maar daar zit je? Mee eens? Altijd in de basis? Presteert hij gewoon. Dus hij moet gewoon op links staan. Ja, als link buiten wel, ja. Maar vergeet één ding, want er wordt steeds Tadić genoemd en er wordt Blind genoemd. Maar Bergwijn heeft de eerste 4 weken goed gevoetbald. Heeft daarna ook geen deuk meer in een pakje boter geschoten. Nou, bel jij Schreuder even op? Dan ja, normaal hangt ook, maar ik kom er zo aan, hè. Ja.